Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Vrijwel geen bewolking zichtbaar op de satellietfoto, maar. Heel laag bij de grond hangen dikke mistflarden op veel plaatsen in ons land. En die mist die kan wel eens hardnekkig zijn, zeker in de ochtend. In het zuiden breekt de zon als eerste door. Temperaturen vanochtend rond of net iets onder het vriespunt. Vanmiddag komen we er iets bovenuit, tussen de 2 en de 4 graden. Op sommige plaatsen zou nevel of mist hardnekkig kunnen zijn, maar op veel plaatsen schijnt de zon toch uiteindelijk wel. Een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidoosten. Vanavond helder en snel dalende temperaturen. Komende nacht vriest het weer een paar graden. En er kan ook opnieuw mist en nevel ontstaan. Dan gaan we naar morgen. Een beetje vergelijkbaar. We hebben de meeste zon in het zuiden en oosten. De meeste wolkenvelden in het noordwesten. Zeker als daar later op de dag wat dikkere wolken van zee binnen gaan trekken. De wind begint te draaien naar het zuidwesten. En het wordt 3 tot 4 graden. Zaterdag, iets hogere temperaturen, vooral in het westen van het land. Bewolking overheerst en het is droog. In de loop van eh, 1 januari, op de zondag, gaat er wat regen vallen. Maar de meeste neerslag komt pas in de namiddag of avond. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl